En hoe vond ik het om mijn eerste bericht op Facebook te posten, waarin ik vertelde dat ik startte als virtueel assistent. 10 keer las ik de tekst door, stond er echt geen spelfout in, was het duidelijk wat er allemaal stond. Rete spannend vond ik het. Want wat voor reacties zou ik krijgen door mij voor het eerst in het echt online te laten zien? Ik kan je veel zeggen, het viel echt reuze mee. Het was zelfs leuk, ik kreeg superleuke reacties. En toen begon het echt. Zichtbaar worden als ondernemer is voor de meeste eng. En dat is doodnormaal. Als een ondernemer is het belangrijk dat je zichtbaar wordt. Je wil namelijk een continue stroom aan inkomen krijgen. En daarvoor is marketing nodig. Daarom vertel ik je graag welke stappen jij moet zetten om zichtbaar te worden als virtueel assistent. De volgende manieren helpen je daarbij. Start met marktonderzoek. Kies social media kanalen. Bouw je weggever. Laat anderen kennis maken met jou. Nou, start met marktonderzoek. Een succesvolle start maken doe je met marktonderzoek. En je wil namelijk een pijnpunt oplossen van een ondernemer. En daarvoor is het nodig dat jij precies weet wat er speelt in de markt. En net als een dokter die de patiënt onderzoekt om een oplossing voor het probleem te vinden. Zo ga jij ook op onderzoek uit. Waar vragen potentiële klanten om? Wat hebben zij nodig? Waar liggen zij wakker van? Doordat jij in gesprek gaat met ondernemers en je weet wat er speelt, daar kan jij op inspelen met jouw aanbod. Wanneer je namelijk een probleem oplost en een concreet resultaat biedt, willen zij met jou samenwerken. De urgentie moet zo hoog zijn, als het niet hoog genoeg is, dan voelen zij ook geen noodzaak om de dienst bij jou af te nemen. Het is weer net als de dokter die een oplossing voor de patiënt vindt, waardoor deze van zijn pijn afkomt en hem kan genezen. Nou, dan zou de patiënt toch gek zijn als ze er niet voor zou kiezen voor die oplossing. Nou, zo werkt dat precies in het ondernemerschap. En het mooie is dat door nieuwsgierig te zijn, je in je marktonderzoek je op eenvoudige manier andere kennis laat maken met jou. En dan slaan we de spijker meteen op zijn kop, want je bouwt namelijk aan je know, like en trust factor. En wil je daar meer over lezen, lees van mijn vorige blog. Kies je social media kanalen. Social media is hot, dat is niet meer weg te denken. Kies de kanalen die bij jou passen en zorg dat je daar regelmatig berichten op plaatst. En laat anderen zien wat jij doet. Waarom doe je wat je doet? En wie ben jij als persoon? Laat jezelf achter de schermen zien. Mensen doen zaken met mensen. Je bereikt dus veel meer door jouw persoonlijkheid te laten zien. En zo vergroot je de kans op nieuwe klanten. En sociaal is sociaal. Dus niet alleen de personen in je directe omgeving weten wat jij doet. Ook hun kennissen en vriendenkring kunnen jouw berichten zien. Het bereik wat je kunt hebben is gigantisch. Als je het maar op een slimme manier inzet. Denk bijvoorbeeld aan Facebook Live. Waarin je nou 10 keer meer gratis bereik krijgt dan een normaal bericht op je tijdlijn. En bouw je website op. En naast het hebben van een visitekaartje is het slim om je eigen website te hebben. Is dat per se nodig? Nee. Je kan ook starten zonder site. Want mijn webbouwer destijds was super traag, waardoor ik 3/4 jaar later pas mijn site kreeg. En ondertussen had ik al genoeg klanten om mijn werkweek te vullen. Mijn tip aan jou, bouw je eigen website. Want daarmee leer je met het systeem om te gaan. En die kennis en ervaring die kun je weer gebruiken als je voor klanten aan de slag gaat. Zodat je ze kan helpen met de website. Dan heb je al wat meer in huis en dan ben je al meer in de materie thuis. Nou, potentiële klanten hebben ook de mogelijkheid om even bij jou te snuffelen voordat ze contact opnemen. Sommigen vinden dat namelijk gewoon even fijn. En ook hierbij is het belangrijk om jezelf goed te laten zien op je site. Laat zien wat je klanten te bieden hebt, maar laat ook je persoonlijkheid terugkomen en wees authentiek. En zet jezelf daarmee ook in de schijnwerpers. Want het voordeel van in de schijnwerpers staan is dat jij laat zien aan ondernemers dat je zelf meemaakt hoe het is om zichtbaar te worden. En ondernemers die komen in de praktijk vaak hetzelfde probleem tegen. En jij doorleeft het om zichtbaar te worden. En daardoor begrijp je jouw klanten ook veel beter. Je snapt veel beter hoe dat zij dan ook in het ondernemerschap staan. En zij willen samenwerken met iemand die het ook begrijpt. En laat ze kennis maken met jou. Om vertrouwen op te bouwen is het nodig om klanten eerst kennis te laten maken met jou. En een handige manier om dat te doen is om iets te maken wat je op je website zet. En wat
ze gratis kunnen downloaden. Denk bijvoorbeeld aan een PDF of een video in ruil. Daarvoor ontvang jij het e-mailadres van de ondernemer. Daarmee kun je weer contact maken via de mail. Nou, en dat is op een laagdrempelige manier heel fijn werken. Andere mogelijkheden om ondernemers kennis te laten maken met jou is persoonlijk contact zoeken. Denk aan een omgeving waar je meerdere mensen kunt ontmoeten, zoals op school, bij de sportvereniging, oud-collega's, bij de kinderopvang, op verjaardagen, netwerkbijeenkomsten voor ondernemers. Maar kijk ook eens dichtbij, want dat vergeten we al snel. Hè? Denk aan familie, vrienden, buren. Nou, het beste wat je kan doen is aan anderen vragen of zij iemand kennen die probleem X heeft en graag resultaat X wil. En vraag dus niet direct aan iemand of zij iemand nodig hebben om jezelf te verkopen. Is deze tactiek veel prettiger en effectiever om te doen. En wat ook nog een methode is, is om te vragen of zij dus al iemand kennen die ondernemer is. En vertel wie jouw doelgroep is en die je graag een paar vragen wil stellen om jouw business beter op te zetten. Ik wens je heel veel succes met het toepassen van deze tips. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.